Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Jongens, ja, hier hebben we Napoleon Total War. Ik zal even zeggen, hier, dit is Napoleon Total War. Vandaag gaan we Napoleon Total War spelen. Het is een vervolg op Rome, zeg maar, of niet een vervolg, het is een latere editie van Total War ding. En aangezien ik, zoals je ziet, ik heb heel even gespeeld om te kijken hoe het ook weer allemaal ging. We gaan lekker Napoleon's Campaign tutorial gaan we lekker overslaan. We gaan een normaal campaign difficulty en battle difficulty ook normaal. Gewoon lekker beginnen. Ik kan die maffers laden. Wat we gaan doen is lekker Total War de komende tijd ook op mijn kanaal. Misschien een aantal keer in de week. Ik heb geen flauw idee hoe vaak. We zullen het ook wel vanzelf wel zien, zeg maar. Dit is... De campaign story. Others have a fire that threatens to engulf the world. Ik hoop dat hij al het geluid opneemt. I do not know when the fire vorige keer namelijk niet gelukt. First burned. Perhaps he had always had a destiny. But sometimes destiny can use a little help or even a revolution. Ik heb geen zin om hem helemaal af te kijken. Kijk, hartstikke leuk. Jij gaat je mond houden. Ik had hier namelijk hiervoor had ik een commentary opgenomen. Maar hij had het geluid niet opgenomen en er zaten strepen in het scherm. Dus ik heb even een ander programmaatje gedownload. Kijken of dat lukt. Mission issued. We moeten Klagenfurt moeten we overnemen. Die zit helemaal hier. Die gaan we overnemen uiteindelijk. Total War gaan we lekker spelen. Als je denkt van ik heb dit nog nooit gezien, zeg maar deze game. Wat de bedoeling is zeg maar, je moet, nou ja, in Rome was het heel Europa. Hier blijkt het dus Italië te zijn. Die moeten we overnemen. En ondertussen zeg maar onze doelstelling bereiken. En die zit dus helemaal hier zo. Gaan we weer hoor. Wiep. En daar zijn we. Okay. Dat moeten we dus doen. Hier beginnen we. Hier hebben we ons dorpje. Hier zit een vlaggetje. Hier zit Napoleon Bonaparte. En zeker een Bonaparte. En hier zit onze generaal Jean Zurierier. En hier zit ons dorpje. En daar hebben we Jean-André Mazena. Is ook een generaal. Ondertussen gaan we hier kijken of we wat kunnen bouwen. We kunnen... Wat is dit? Een magistrate. Effects plus 2 to represent in de région. Ik moet niet Frans gaan praten. Of in ieder geval Frans kan ik sowieso niet. Maar niet proberen met een accent. We gaan lekker cavalerie bouwen ondertussen. De infrastructuur is dus, zeg maar, voor de betere wegen. Krijg je iets meer geld. Ga je iets meer sneller wandelen. En ja, van alles nog wat. Maar ik heb het gevoel dat we... Oh, hier hebben we ook nog eentje. Baraks. Ik wil baraks hebben. Kunnen we betere legers maken. Duurt wel eventjes. Heb ik al niet zo heel veel geld meer. Hier zit een dorpie. Daar zit een dorpie. Ik ben benieuwd. Wat is hier? Zit een legertje. Austria. Dat is Oostenrijk. Bonaparte. En die daar, die verdedigt zeg maar die linie. Wat ga ik doen? Ik ga deze ga ik gewoon hier laten. Deze ga ik eventjes hierheen sturen. Even kijken wat er gebeurt. Want nu ga ik iets verder lopen. Kan ik iets meer zien. Hier zit een construction site. Die wil ik overnemen eigenlijk. Maar hier zit een leger met in ieder geval een militia en nog wat andere dingen. Nou, die kunnen we wel aan. Kijken wat er gebeurt als ik ze aanval. Meteen al aanvallen. Ik ben ook weer aanvallend, hè. Dus kijken hoe dit eruit ziet. Oké. Zij hebben een leger van 321 man. Wij hebben van 670 man. Ze hebben niet zo heel veel. En ik ga hem lekker aanvallen. Want dat betekent als ik hem lekker naar de tyfus ga helpen. Die Eugen Murci d'Arcanteo. Tyfusnaam. Dat is dat uiteindelijk beter weer voor mijn generaal. En je ziet hij heeft hier 1, 2, 3, 4, 5. Tel ik nou goed. 2, 3, 6 sterren. En deze gozer 3. Dus die moet ik aan kunnen. Gaan we gewoon lekker meteen aanvallen. Hè? Niet zoveel gedoe. We gaan niet zoveel klikken. We gaan gewoon meteen aanvallen. De Battle of Liguria. 1796. Never interrupt your enemy when he is making a mistake. Napoleon Bonaparte, French Emperor en General. Ik ben benieuwd. Gaan we gewoon lekker beginnen. Hij moet altijd even laden. Als je denkt Total War, ik ken de game niet.
er kijkt meer dan alleen, er komt meer bij kijken dan alleen, zeg maar, de map. The radar map. Jij mag weer je bek houden. Zo. Hier hebben we onze legers staan net onder een heuveltje. Ga even kijken, want hier zitten hun en die gaan we pakken. Waar ik net al vergiste is, in Rome Total War was het zeg maar standaard dat je... Dan was het standaard dat je met zwaard, zeg maar, vocht. Hier vecht je ook met geweren. Dat brengt een hele andere tactische kant aan het spel, die ik niet gewend ben. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Eventjes ondertussen vertellen wat we gaan doen. Maar dit is artillerie, die gaat daarheen. Dit is ook artillerie, die gaat daarheen. Die wil ik namelijk van de afstand wil ik over me heen schieten. Deze mensen die gaan gewoon een front vormen. En blijkbaar kan ik hem niet helemaal uitrekken. Dus die gaan we opnieuw doen. Kijk, dat is ietsje beter. Ik wil hem... Nee. Zo, dat is beter. Dat is ook beter. Wat is dit voor iets lelijks? Dit is de National Guard. Die gaan we hierheen pleuren. Ik hoop dat jullie hard kunnen rennen, want jullie mogen zo meteen gaan rennen. Deze gaan we ietsje... Zo. De tactiek die we vandaag gaan behandelen is... Deze gaan frontaal aanvallen. Paarden gaan ze flanken en eromheen. En ondertussen worden ze ondersteund door mijn artillerie. Gaan we start battle. Deze vier ga ik groeperen. Zij zijn al aan het bewegen. Die gaan we tussen de bomen zetten. Die groeperen we ook. Die zetten we hier neer. Heb ik ze eigenlijk niet helemaal tactisch neergezet. En deze gaan we daar neerzetten. Dubbel tap. Die gaan we dubbel tap daar. Die wil ik van bovenaf. Ik hoop dat het gelukkig niet dat ik ze te dichtbij neergezet heb. Heb ik ze geselecteerd? Nee. Die gaat daarheen. Kijk hier. Nu gaan ze in de war raken omdat ik ze eigenlijk zeg maar om hun heen wil komen. En zo te zien weten ze nog niet precies wat ze willen doen. Ze hebben wel mijn generaal hier ontdekt. Deze toch anders, die ga ik al meteen daarop laten aanvallen. Dus die gaan gewoon niet vanzelf dichterbij komen totdat ze kunnen aanvallen. Kijk eens aan. En wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nee, nog niet. We gaan nog niet aanvallen. Ik wil... Ja, aanvallen. Val maar aan. Ik kan deze vanaf deze kant. Hup. Artillerie aanvallen. Ik ben iets te vroeg begonnen, maar mijn artillerie kan al schieten, dus dat scheelt. Maar ik wil wel mijn artillerie. Dat ik op hun hebben, niet dat ze zometeen mijn generaal aan het verneuken zijn. Deze die gaat aanvallen. Ja, onze generaal is inderdaad aan het aanvallen, maar wij zijn sterker, dus dat maakt niet uit. We hebben 17 man. Dus we gaan even kijken. Die bomen die zijn kut om mee te doorheen te kijken. En we zijn heftig bezig. Volgens mij gaat het wel aardig. Even kijken hoe de generaal het doet. Mooi, netjes. Val aan. Artillerie is lekker bezig. Hup, jullie vallen die aan. Ik ga niet stilstaan. Ik wil jullie in de aanval hebben. Dit is lekker. We zijn volgens mij lekker bezig. Ik zie niet zoveel verkeers gaan. Maar kijk, hier is de generaal en die is aan het vluchten. Hij heeft er 12 over, wij hebben 14. Het is een redelijke gelijke strijd daar door. Wij komen nu van de heuvel af, dus wij hebben de snelheid mee. Dus dat moet lekker zijn. Hier zijn ze fucking hard aan het schieten. Hier verliezen ze veel man. En we hebben eigenlijk al gewonnen. Ik krijg nu te horen dat we victorious zijn, dus er komt nu een pop-up zo meteen in mijn beeld. Of een pop-up, hoe heet het, in mijn scherm. Dat betekent dat ze al overgegeven hebben. En dat zul je zo meteen zien, ze hebben er nog 7. Wavering morale, de flash unit, banner means, de morale, oh. Ze zeiden net dat wij aan het winnen waren en dat we victorious waren, maar dat is dus blijkbaar niet. Uiteindelijk ben ik hier mijn generaal aan het verneuken, dus dat is niet slim. We have killed their general, sir. Ja, we hebben hun generaal gedood.
Dat scheelt. Kijk, hier gaat ze. Kijk, hier, deze vluchtweg. Die vluchtweg. Alleen mijn ene generaal hier, die vluchtweg. Dat is niet fijn. Hier kun je zien dat onze. Dat we de enemy general gekild hebben. En hij is afgelopen. Ik kan nu doorgaan en zeggen van, hey, ik mol de rest nog even. Dat gaan we niet doen. We gaan hem lekker enden. Want er komen nog meer dan genoeg vechtbazen aan. Nog meer battles. Ik vind makkelijk gewonnen. Hier kan je heel makkelijk zien hoeveel mensen jij verloren hebt. Hoeveel zij. Bij 135 zij. Bijna 300. Hou nou eens je smoel dicht. Ik zei toch dat je je smoel dicht moest houden. Lelijke troela. Mission issued. Capture city langs clear path. Ja, die hadden we al gezien. A matter of supply. Supply post. Granting grenadiers of the line. Oké, hartstikke mooi. Oké, we hebben in ieder geval hier deze veldslag gewonnen. Waarschijnlijk was deze hier deze een beetje ja, eromheen aan het verdedigen, zeg maar. Dus dat is wel lekker. We hebben nog geen dorpje of iets dergelijks. Gaan we ook nu niet pakken. We hebben 916 goud, guldens, euro's, florijnen, wat het ook mag zijn. Ik ga wel ietsje hierheen. Want ik wil straks kijken wat er hierin zit. Vandaag gaan we hem afsluiten hier. Aflevering 1. Was dit? Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan een like. Zo'n ping like. Like op de video. En dan gaan we jullie de volgende keer weer vermaken met Napoleon Total War.